Eerste dag op de campus. Hoe is het? Nou, fantastisch. Goed om iedereen weer te zien. Of tenminste iedereen. Het is de eerste keer dat ik zelfs mensen zie. Ja, genieten. Leuk. Het voelt bijna een beetje nostalgisch om hier weer te zijn. Ik had er wel even naar uitgekeken. Helemaal in zulke dagen dat de terrassen weer open zijn. Morgen eigenlijk voor het eerst les, maar ik dacht ik ga gewoon naar school om... Ja, toch weer even een andere omgeving en een beetje het gevoel te hebben dat je een opleiding doet. Dus het voelt eigenlijk heel fijn om terug te zijn. En hoe heb jij je voorbereid op je les? Heb je vanochtend bijvoorbeeld een zelftest gedaan thuis? Nee, eigenlijk niet. Ja, nee. Sorry. Ik ben wel getest vorige week. Positief, nee, ga ik. Negatief getest, dus dat is weer positief. Ik had gehoord over de zelftesten. Maar ik was eigenlijk alweer een beetje vergeten, want blijkbaar moet je ook zelf bestellen. En dat wist ik niet. Ik dacht, ze komen gewoon binnen. En sowieso heb ik het OV niet genomen. Ik reis altijd alleen. Ik draag een mondkapje op de gang en ik heb zelf geen klachten. Dus nee, eigenlijk niet. Ik hoorde vaak van studenten dat het tijdens de Zoom-lessen best wel moeilijk was om op te letten. Heb je dan nu beter opgelet? Ja, zeker. Zeker. Echt wel een verschil. Je merkt wel, op dit moment keek ik ook echt op het bord, keek de docent aan. En het was niet zo dat ik even wegkeek of het scherm of wegdraaide. Dus het is wel een verschil. Je zat niet stiekem te online winkelen alsnog thuis les? Nee, deze keer niet. Ja, alleen mijn laptop deed het niet. Dus ik had sowieso niet zoveel van de lessen iets kunnen doen of zo. Ja, ik ga eindelijk weer mijn klas zien en eindelijk ook weer zien hoe ze er in het echt uitzien. En wat voor kleren ze dragen. Zo. Ja, het is heel gek, maar het is toch, je ziet op het laptop dit. En nu kan je eindelijk weer zien hoe iemands zijn body language is en zo. Dat is gewoon, het is een hele andere gewaarwording. Zijn er ook dingen die je echt niet gemist hebt? Vroeg opstaan. Nou, het is mijn eerste jaar dat ik überhaupt op het HVA zit. Ik had pas om 10 uur lessen, zo laat was het niet. Maar het is toch wel even wennen, want eerst was het denk ik... 8:15, eerste alarm en nu is het een uurtje eerder, zeg maar. Dus, nee, er waren maar weinig dingen waar ik echt tegenop zat om naar het HVA te gaan. Nou, misschien als ik één ding zou moeten denken is het reizen. Ik woon niet heel ver, ik woon wel in Amsterdam, maar het is toch een half uur rijden op de scooter. Dus ja, dat is dan toch weer een uur reistijd per dag. Nu weer gelijk je eerste les vieren met een biertje. Ja, even een klein sappie, dacht ik even. Het is nu droog gelukkig. Ik hoop dat het even zo blijft en dan nemen we er zo nog aan, denk ik.